Ik heb net gewerkt en ik ga zo de was doen en ik ben nu even bezig met mijn video. En Kim die gaat vanavond weg. Dat is jammer. Maar ja, dat hoort erbij. Dus het is vandaag zondag. Zondag. 25 februari. En het regent vandaag heel erg. Echt heel vies weer, al de hele dag. Het waait ook heel hard. En het is niet erg of zo. Het is even wel iets gezelligs. Ik mis Nederland niet, maar het heeft wel wat. En ik moet vandaag werken tot 6:30. Het is nu 5:00. Ik ben wat eerder weggegaan, omdat het dus echt heel erg slecht weer is. Dus ik heb recht om films te gaan kijken. En morgen is mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe baantje. Oké, het is zondagavond. En aangezien ik nog steeds te lui ben om er zelf te gaan koken, is dit aioli. Dit is chili saus met crème fraîche en sweet potato fries. En een serie. Dus hoe perfect ziet het eruit? Uitzicht op Centraal Station in Sydney met regen. Maar goed, die regen denken we even weg. Goedemorgen, het is maandag en gisteravond heb ik 6 afleveringen gekeken van mijn nieuwe serie Jane the Virgin. Dus dat vind ik erg leuk. En het regent nog steeds. Ik ga lunchen. Ik ben vrij en het heeft zowat de hele dag geregend. En nu dat ik vrij ben, schijnt het zonnetje, dus is het weer wat beter weer. Ik ga me gauw omkleden en douchen, want ik begin zo met mijn eerste dag bij mijn nieuw baantje. Het is nu 3:00, ik moet om 5:00 moet ik beginnen, dus ik ga ongeveer rond 4:00 weg. Dan zal ik er veel te ruim zijn, maar ik ga met de trein. Dus ongeveer 5, 6, 7 minuutjes met de trein. Maar ik moet even kijken, sluit de trein aan en blablabla. Dus ik ga nu met de trein naar mijn nieuwe baantje toe, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb niet heel veel verwachtingen, maar het lijkt me gewoon leuk om ook nieuwe mensen te leren kennen en natuurlijk geld te verdienen. Een normal cheese? Want you toasty? Ja. Ik ben nog een beetje vroeg, maar aangezien ik rond etenstijd moet beginnen, dacht ik, nou dan eet ik voor die tijd even wat. En daarachter moet ik straks werken, maar ik moet wel redelijk opschieten. Ik wil wel gewoon daar op tijd zijn. Het is nu is het bijna 8:00. Ik heb 3-4 uurtjes gewerkt. En ja, het was leuk. Het is wel het meest sufste restaurant van de kader of van hier in de buurt. Maar dat wist ik niet voor die tijd. Het is ingericht als een soort van bejaardentehuis, maar ze zijn wel heel aardig. En ik kan wel op zoek gaan naar iets anders, maar dit betaalt goed. Dus ja, morgen word ik teruggebeld over wanneer ik weer moet gaan werken. Goedemorgen, het is dinsdag. Datum weet ik niet. En ik ben vandaag vrij. Ik heb uitgeslapen. Het is nu 1:30. Dus dat is een mooie tijd. En ik ga wat boodschappen doen. Het is vandaag 23 graden. Dat is koud. En ja, het is gewoon hartstikke lekker, maar ja. Oké, ik weet niet of je me kunt horen, maar ik zit dus in het winkelcentrum en je hebt een heel groot eetgedeelte. Met een McDonald's, KFC, broodjes, Turks, salades en alles. Ik ben serieus 2 rondjes gelopen, omdat overal staan calorieën bij. En niet dat ik er heel veel om geef, maar als er dan iets van 3 of 4.000 calorieën staan, dan word ik er maar lui. Dus ik ben geëindigd met een salade. Dus ja. Thank you.
mijn serie, want ik ben weer terug, dus ik kijk nu weer mijn serie. En ik denk dat ik het wel ga halen om binnen 3 dagen een heel seizoen te kijken. Dus dat is weer iets wat ik kan afvinken. En morgen moet ik weer werken. Dus. Goedemiddag, het is vandaag woensdag. Ik ben alweer aan het lunchen met avocado en bacon. Een biertje naar werktijd. Het is vandaag donderdag en het is donderdag 1 maart en iedereen eet bananenbrood, en ik had het nog nooit gegeten, dus dit is mijn ontgroening van bananenbrood. Ja, ik ben benieuwd. Oké, mijn eerste bananenbrood. Ze hebben het warm gemaakt, ook met die slurp. Maar het is lekker, maar ik zou niet echt denken van nou, nu ga ik lekker mijn dag mee beginnen. Het is een beetje, doet me denken aan sinterklaas. Oh! So it's like a berry, so like sort of the red will is bad for you. Yeah, everything else is. Ah, so that is like a berry. Smoothies, that is very nice. And daar bewerken daar. What did you say? Then? Mijn lunch voor vandaag: avocado met ei en bacon. Je ziet het niet super goed, maar we hebben net zo'n foto gemaakt, dus dat is wel leuk. En het is nog steeds donderdag. Vanavond is er een verjaardags diner van Roxy. En daar gaan we met iedereen die hier werkt, gaan we bij de Mexicaan eten, dus dat is wel leuk. En ik had verteld dat ik dus maandag mijn eerste werkdag had en dat had ik ook verteld aan Def, dus de manager. En uit enthousiasme van nou, ik heb ook een ander baantje. Toen kwam de gisteren dus naar mij toe en hij zegt, we accepteren het eigenlijk dus niet als stagiaires ook ergens anders werken, want ze moeten flexibel zijn. We willen ze graag overal kunnen inzetten en we merken gewoon, we hebben daar ervaring mee. Als ze ergens anders werken, dan loopt dat gewoon stroef. Dan word je daar ingepland, word je hier ingepland en uiteindelijk dan wordt het jezelf om te veel. Dus ik wil je eigenlijk vragen om dat af te zeggen. Nou, fijn, lekker dan. Maar ik heb wel gevraagd of ik hier nog wat meer uren mag werken, zodat ik wel gewoon mijn geld kan verdienen. Dus ja, ik ga nu verder met mijn serie kijken. Ik heb in 4 dagen 20 afleveringen gekeken van 40 minuten. Dus ik ben een aardig eind op weg. En dat bevalt wel, dus daar ga ik weer mee verder. Het is vrijdag en ik ben aan het lunchen. Het is nog steeds vrijdag en ik ben vrij. En wij moesten voor vrijdag moesten we de kamer opruimen, want er kwam iets van een controle of weet ik veel. En het was best wel rommelig, donker, rook niet zo lekker. En ik kom binnen. En ik zie zoveel van de vloer, de prullenbak is zelfs leeg.
Alle ramen zijn helemaal open. Het ziet er zo goed uit. Ik ben echt trots op ze. Ik ben echt blij. Alleen mijn hele bed ligt vol met zooi. Omdat het nog moet opgeruimd worden. Want ze hebben alles gewoon op mijn bed neergelegd. Maar ja, oké, top.